Kevin, we staan hier bij een heel mooi kistje aardappelen. Wat zijn het precies voor aardappelen? Klopt, dit zijn nieuwe aardappelrassen die we introduceren onder de naam Perupas. Aardappelen die oorspronkelijk uit Peru komen. En waarvan 4 rassen geselecteerd zijn en die nu gewoon in Europa worden gekweekt. Met name voor de horeca. Ja. Want wat is er zo bijzonder aan deze aardappelen? Het bijzondere aan deze aardappel is dat iedere aardappel zijn eigen unieke kleur heeft. Zijn eigen textuur ook. Dus vooral voor decoratieve doeleinden zijn ze heel erg leuk. Je kan bijvoorbeeld paarse chips maken. Een aardappelsalade maken met heel veel verschillende kleuren. En het creëert gewoon echt een hele leuke en bonte creatie op het bord. Ja. Ja, inderdaad, qua bord opmaken kun je er hele leuke dingen mee, maar qua toepassing, wat kan je er allemaal nog meer mee? Ja, je kan hem gebruiken zoals je normaal gesproken een aardappel ook gebruikt. Dus wat ik al zei, je kan er chips van maken, een aardappelsalade. Je zou hem ook nog in hele dunne plakjes kunnen snijden, dat je een soort aardappelcarpaccio kan creëren. Dus eigenlijk dezelfde toepassing als met een gewone aardappel, maar dan met hele leuke kleuren.